Ja, dat is echt vreselijk balen. Ook omdat ik vorig seizoen al een tijdje uit ben geweest. Maar ja, ik heb ook heel de zomer doorgetraind om gewoon weer sterker terug te komen, zeg maar. Maar ja, het is even balen inderdaad. Maar om het al wel een meevallertje, want ik dacht aanvankelijk dat ik geopereerd moest worden. Dat blijkt nu niet zo te zijn. Dus. Wat heb je... Ja, ze dachten dat ik losse botdeeltjes had in mijn enkel, los zwevende botdeeltjes. Maar na de onderzoek is dat toch gebleken dat het iets van een verkalking is. Dus maandag ga ik naar het ziekenhuis toe en dan wordt het door middel van een injectie wordt dat verholpen. En dan zou ik gelijk aan de slag kunnen als het goed is. Het is wel even lekker, ja. Ik zat er wel even goed doorheen weer, omdat ik dacht, operatie is natuurlijk zwaar kloten. En dan moet je altijd maar zien hoe het eruit komt. Maar gelukkig kreeg ik afgelopen week weer wel weer goed nieuws dan. Ja, in principe heb ik niet zoveel heel veel gemist, 2 weekjes ongeveer. Dus ja, ik verwacht dat ik wel weer snel weer wedstrijdfit ben in ieder geval.